Ook deze maand zijn er weer volop stakingen van het openbaar streekvervoer in de regio. Op woensdagochtend verzamelden zich tientallen buschauffeurs van EBS Haaglanden bij het busstation Verdilaan in Naaldwijk voor een stakingsactie. Zij willen betere arbeidsvoorwaarden en minder werkdruk en daarom overhandigden zij een petitie aan wethouder Pieter Varenkamp. Wij luiden nu vandaag de noodklok. Met onze aanwezigheid hier op het busstation Naaldwijk, Verdilaan, stop nu met de verdere afbraak van het openbaar vervoer in het Westland. Dat was even onze petitie. De buschauffeurs zijn het zat dat de kwaliteit van het openbaar vervoer in Westland achteruit blijft gaan. De druk wordt nu zo hoog opgevoerd dat de rittijden bijvoorbeeld onhaalbaar zijn. En alleen dat al zorgt voor een negatieve kettingreactie in het streekvervoer. Wij staken ten eerste niet alleen voor onszelf, maar ook voor de passagiers. Maar aan de andere kant, door die te krappe rittijden heb je ook een heel slecht openbaar vervoer in het Westland op dit moment. Op het moment dat iemand met een rolstoel in de bus wilt stappen, horen wij die persoon op een fatsoenlijke manier te kunnen helpen. Die tijd hebben wij niet. Op het moment dat een passagier vraagt over reizigersinformatie aan een buschauffeur, die tijd hebben wij niet. Als je instapt als passagier, dan moeten wij meteen gaan vertrekken zonder te wachten dat iemand gaat zitten. Dit zijn dingen die gewoon niet kloppen. De buschauffeurs zijn het zat en willen dat er nu dingen gaan veranderen. Binnen 2-3 minuten een andere wagen moeten pakken, te laat wegrijden, commentaar van de passagiers, u bent te laat, hou ik mijn aansluiting nog wel. Sowieso de werkdruk, en ik heb hier in al die jaren heel veel lijnen zien verdwijnen en mensen klagen wel tegen ons, maar je hoort er niks van en nou gaan wij het maar zelf staken dan. Dus vindt u het nog wel leuk om buschauffeur te zijn? Ik vind buschauffeur zeker leuk om te zijn, alleen ik merk wel dat het door de loop der jaren steeds minder wordt. Er wordt steeds meer van je rijtijd afgehaald, van je pauzes afgehaald, van... Het wordt minder gewoon. Op dit moment vind ik er eigenlijk gewoon geen zak meer aan, want ik rijd me helemaal gek. Het is gewoon niet leuk meer dit. Ik kan niet eens aandacht aan mensen geven die een vraag hebben. Een fatsoenlijke salarisverhoging, een fatsoenlijke CAO, fatsoenlijke rijtijden, dat is hetgeen waar we voor gaan. Ik ben aangenomen om mensen veilig te vervoeren en niet als Nicky Lauda over de straat heen te scheuren. Wethouder Pieter Varenkamp heeft de petitie in ontvangst genomen en was niet op de hoogte van de problemen bij het streekvervoer. Ik hoor dat nu hier voor het eerst, dus ik ga daar natuurlijk wel over in gesprek in welke mate dat het zo is. Dus moet ik even naar verder gesprek over voeren. Maar als wat hier verteld wordt, daar zitten zeker verbeterpunten in. Dat moet wel anders.